Beste kinderen, vandaag ga ik jullie een verhaal voorlezen. Het verhaal van de muis en de muur. Niemand wist hoe de rode muur er gekomen was. Hij was er gewoon. En niemand wist wat er achter de muur lag. Ook de vrienden van kleine muis niet. Ze wisten wel dat het eng en gevaarlijk was achter de muur. Maar ze stelden zich geen vragen. Maar kleine muis is nieuwsgierig. Zij wil weten wat er achter de muur ligt. Ze vroeg het aan bange kat. Zeg kat, weet jij waarom hier een muur staat? Om ons te beschermen, fluisterde bange kat. Aan de andere kant van de rode muur is het heel gevaarlijk. En bange kat schoot weg. Kleine muis was nieuwsgierig en ze vroeg het aan de oude beer. Zeg beer, sinds wanneer staat hier een muur? De muur staat hier al zolang ik leef, antwoordde oude beer. Ik weet niet beter. En, vroeg kleine muis, je vraagt je nooit af waarom. Oude beer schudde zijn hoofd. Voor dat soort vragen ben ik veel te oud geworden. En hij schokte weg. Dat was niet het antwoord dat kleine muis zou krijgen. En kleine muis vroeg verder. Ze vroeg het aan vrolijke vos. Zeg vos, weet jij wat er achter de rode muur zit? Waarom zou ik dit willen weten? Zei vrolijke vos. Je moet niet zoveel vragen stellen, jij, kleine muis. Van vele vragen stellen word je ongelukkig. En de vos liep vlug weg. Kleine muis heeft nog steeds geen antwoord gekregen op haar vraag en ze vroeg het aan de uitgebrulde leeuw. Zeg leeuw, weet jij hoe het is achter de muur? En de leeuw zuchtte diep. Daar wil ik niet aan denken, zei hij zacht. Waarom niet? Vroeg kleine muis. Achter de rode muur begint het grote, zwarte niets. En de leeuw staarde droevig in de verte. Ook van hem werd kleine muis niet wijzer. Maar op een dag kwam er een hemelsblauwe vogel over de muur gevlogen. Wauw, riep kleine muis, waar kom jij opeens vandaan? Ik kom uit het land achter de muur, antwoordde de vogel. En de andere dieren keken verbaasd naar elkaar. Echt waar, riep kleine muis, achter de muur, daar wil ik naartoe, daar wil ik heen. Ik ben al zo benieuwd en wil al zo lang weten wat er achter de muur zit. En samen met de vogel vliegt kleine muis mee over de muur. Ze vliegen naar een wereld vol geuren en kleuren. Wat mooi, riep kleine muis uit. Ik dacht dat het donker was aan de andere kant van de muur en dat het leeg was en dat het heel gevaarlijk was. De vogel zei, muis, het is maar hoe je het bekijkt. Jij hebt nieuwsgierige ogen. En mensen en kinderen met nieuwsgierige ogen, die zien veel. Zij kijken dwars door dikke muren heen. Maar als je bange ogen hebt, dan durf je niet te kijken. En dan zie je niets. Kleine muis dacht na en ze zei, dan moeten ook alle andere dieren weten hoe mooi het hier is aan de andere kant van de muur. En ze vlogen terug naar waar ze vandaan kwamen. Vogel, kijk, de rode muur is weg. Ik heb hier nooit een muur gezien, zei de vogel. Ik zei het toch, kleine muis. Het is maar hoe je de dingen bekijkt. En de kleine muis begreep hoe de vogel het bedoelde. Teruggekomen aan de andere kant van de muur, riep kleine muis alle dieren bij elkaar. Het is niet gevaarlijk achter de muur, zei ze. Integendeel, het is er prachtig. Ga zelf maar eens kijken aan de andere kant van de muur. En de andere dieren aarzelden. Ze waren bang voor wat er zich achter de muur afspeelde. Maar toch liepen ze één voor één voorzichtig door de muur. Eén dier niet. De uitgebrulde leeuw die blijft zitten waar hij zat. Maar dat was niet erg, want de muur die bestond niet meer.